Een hele goeie morgen, middag. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Ik heb het vanochtend een beetje druk gehad. We hebben Jordi naar school gebracht. Ik heb nu Liam nog beneden. Sam die heeft net zijn fles gehad en zijn broodje. Liam heeft net zijn broodje op, is nog even aan het drinken. En dan gaat hij zo dadelijk ook lekker slapen. Niels die is weer werken. Dus al met al een drukke dag voor Niels. Ik moet straks weer Jordi ophalen. Dus ja, we gaan zien hoe het allemaal loopt vandaag. Maar voor nu ga ik daar eerst even Liam naar bed brengen. En even zitten op mijn kont. Ik had zoveel willen filmen. Jordi heeft nu de griep van Liam van vorige week. Ik haalde hem op van school en toen zei ze al dat hij buikpijn had. Toen voelde ik al aan zijn buik en die was eigenlijk zo hard als beton. En dat is ook het teken dat hij dus niet voldoende poept. En ik heb hem in huis genomen en ik heb hem hier op de aankleedtafel gelegd. En ik heb hem laten poepen wel 3 luiers vol. Dat was niet grappig. Toen heb ik hem helemaal schoongemaakt. En Niels die kwam al ietsje eerder naar huis. Dat was al de bedoeling. Dus die heeft, daarna heeft hij Jordi een beetje onder zijn hoede genomen. Ik heb Jordi goed laten drinken. Een soort van dwangmatig laten drinken. Niet dat ik een fles in zijn mond stop en dat hij, zeg maar, kokhalst of wat dan ook. Nee, daar heb ik zo mijn maniertjes voor door de jaren heen ontdekt. Hoe dat ik hem meer kan laten drinken. Kost meer tijd, maar ja, het is op dit moment heel erg nodig. Dus dan doen we dat. Toen hij naar bed ging, net daarvoor, hebben we hem toch nog een keer geholpen. En dat was een vulkaanuitbarsting. Dat was echt apart. Hij ligt nu te slapen. Dat is top. Ik heb hem ook paracetamol gegeven voor het geval dat hij toch koorts krijgt. Dat hij in ieder geval al een spiegeltje gaat opbouwen. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat is in ieder geval waar ik mee bezig ben geweest. Ja, en dan is het voornamelijk gewoon kijken hoe dat hij reageert op alles. Want een virus kan namelijk ook een enterocolitis worden. En een enterocolitis, dat willen we gewoon niet hebben. Bij mensen met de ziekte van Hirschsprung kan dat gewoon dodelijk zijn als je daar te laat achter komt. Dus ik ben zeer op mijn hoede momenteel. Morgen gaat hij ook niet naar school. Ik heb ook de school gebeld, uitleg gegeven. En hun snapte ook echt wel dat ik zei van, hij is niet ziek, maar ik wil hem even thuis houden, zodat ik hem extra vocht binnen kan geven. Dus ja, het zij zo. Dus deze week is Jordi niet lekker. We doen het er maar mee. Goedemorgen. Of het een goede morgen is, dat is nog te betwijfelen. Vannacht hebben Niels en ik, Jordi en Sam gehad, die wakker waren. Sam die had zichzelf helemaal ondergepoept en ondergespuugd en gedaan. Dus die is met Niels nog even de douche in geweest. En Jordi had zichzelf gewoon helemaal bescheten. Letterlijk en figuurlijk. Dus het heeft wel wat gedaan dat we hem gisteren geholpen hebben. Hij ligt nu nog te slapen, want hij valt altijd daarna heel lastig nog in slaap. Net als mama's, dus dat scheelt. Liam is het zonnetje in huis. Die is vrolijk. Maar die zit nu wel even tablet te kijken, zodat ik eventjes Sam kon behandelen. Want dan wordt hij weer jaloers. Dat kan ik nu echt even niet gebruiken. Dus vandaar. Sammy zit nu hier op de vloer. En hij is gewoon echt niet lekker. Hij is gewoon echt heel zielig. Jordi slaapt nog. Ja, daar moeten we het even mee doen. Dus ik zit nu met 2 kindjes met buikgriep. Sammy is aan het slapen. En hij steekt gelijk maar zijn middelvinger op. Geweldig. Sam is heel moe. Liam is daar zijn ding aan het doen, aan het spelen en aan het drinken en zijn ding aan het doen. Jordi is hier. Die zit hier ook zijn ding te doen. Hij zijn momenteel aan de scheiteritis. Dus daar doen we het maar mee. Koorts hebben ze een lichte verhoging. Allebei eigenlijk wel. Dus ik laat hem ook gewoon slapen. Daarom heb ik dit zo gemaakt. Dus vandaag. Nou, hopen dat Liam hem met rust laat. Maar ja, ik ben beneden, dus ik hou het in de gaten. Ik heb Liam en Jordi al op bed liggen. En Sam die heeft dus net geslapen, dus die is nu weer klaar wakker. En hij is mijn hele gezicht aan het onderzoeken. Ben doen. Wat? Wat is er? Wat is er? Wat ben je aan het doen? Ik ben wel blij dat je kan lachen. Hij trok iedere keer aan die velletjes hier. Ik weet niet of hij dat dadelijk nog een keer doet. Tuut. Kijk uit, je valt na achter. Jam, jam, jam. Daar gaat hij weer. Wat ben je nou aan het doen? Hij steekt er ook zo zijn tong bij uit zo. Ik heb heel even gewacht totdat hij goed in slaap was. Ik heb hem in bed gelegd. Liam en Jordi slapen ook nog steeds. Ik ga ze ook niet wakker maken. Ik wacht gewoon even af. Het waait flink ineens, joh. Maakt niet uit. Ik ga heel eventjes zo dadelijk boven even vasthouden. Dat ga ik doen totdat de kindjes wakker zijn en dan ga ik met ze naar huis. Soms moet je gewoon heel eventjes toch streng zijn voor jezelf en heel eventjes voor jezelf zorgen. Dus ik heb eventjes mezelf een soepjurkje aangedaan. Zo noem ik ze altijd. Jordi en Liam zijn alweer wakker. Sam die slaapt nu. Die maak ik dadelijk ook wel weer wakker hoor. Doe je aan het drinken jongen. Ik ben aan het zorgen dat Jordi genoeg vocht binnenkrijgt, want dat is heel belangrijk momenteel. Het is echt water momenteel wat hij eruit gooit. En dat is meestal een voorstadium van het feit dat het weer dadelijk beter gaat. Dus dat ik hem op deze manier kan helpen is heel belangrijk. Ik ga weer heel eventjes verder mama spelen. En dan zodra ik iets te filmen heb, film ik het wel. Maar zieke kinderen film ik niet graag. Niels even weg, die komt zo naar huis. Jordi en de andere twee die lagen al op bed. En enkel ook Jordi gillen heeft hij anders onder, alles onder gekitst en gescheten. En... maar ik heb het opgeruimd. Mijn jurk zat ook onder. Ja, dus die zit ook in de was. Dus ik kan zoiets anders aantrekken. Hoe ziek hij zijn eigen ook voelt. Hij is altijd vrolijk. Dat is dus Jordi. Hoe beroerd Jordi zich ook voelt. Hoe vervelend het kind zich ook voelt. Hij zet altijd een masker op. Maar alles gaat toppie. Ja, alles gaat toppie hè. Toppie. Maar dat is ook, hè. Maar ik en Niels weten echt wel dat hij ziek is. Hij is echt niet in zijn hum. Want als ik nou de kamer uitloop, is hij wel over de zeik. Zet ik hem nou beneden neer, vindt hij het ook niet leuk. Dus ja, we doen het allemaal mee. Nou, morgen, want ik ga geen goed zeggen, want we hebben bekant niet slapen. Hij heeft alles bij elkaar gescheten. Hij heeft alles bij elkaar gescheten. Maar het rare is, hij is overdag hartstikke vrolijk. Hij heeft nergens last van. Nee, niet pakken. Liam zit daar. Het gaat beter met Liam. Hij eet goed weer. Maar ik moet eventjes kijken hoe dat hij reageert. Want ik hoorde vanochtend ook alweer zijn buik. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Nee, je gaat niet drinken. Hup. Nee, drinken, want er zitten hier medicijntjes in. Nou, die moet ik weer een 20 keer doen dus. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat er is. Ik ga zo even Liam een schone luier aangeven. En ja, we doen het allemaal mee. Ik heb zo een probleem, hè. Mijn vriezer heeft opengestaan. Niks meer is bruikbaar. Het heeft de hele nacht opengestaan. Nou kan ik heel goed die vriezer gaan leeghalen. Echt niet leuk, Toon. Nou, ik heb anderhalve zak vuilniszak weg kunnen gooien. Ik heb nog wel wat kunnen redden. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb net de kinderen eventjes hun brood gegeven. En ja, Jordi wil wel gewoon eten en alles. Dus dan geef ik wel gewoon. Sam wil ook gewoon eten, dus dan krijgt hij ook gewoon. Dan ga ik ze vaak flesje geven, drinken geven. Want Liam krijgt gewoon oranje. Die wil geen melk. Dus dat is prima. Bij Jordi moet ik er even paracetamol in doen. Want Jordi mag geen zetpillen. Die moet alles via oraal hebben. Dus dat moet ik er even in doen. En ik keek mezelf net in de spiegel. Wenkbrauwen. Oh. Ik zweer het je, als de kinderen ziek zijn, dan is het eerste wat er gebeurt, mama die draait je niet meer verzorgt. Dat is het eerste. Het is gewoon zo. Maar ja. We doen het dan maar mee. We doen ons best. Meer kunnen we niet doen. Dus ik ga eventjes de strijd aan met iedereen dat ze naar bed gaan. Zodat mama ook even rust heeft. Veeg me op. Ik heb tegen 4 uur de kinderen uit bed gehaald, dus sliepen ze zelfs nog. Nu is het bijna etenstijd, ik ben het eten aan het maken. Ik ben zo kapot van een paar uurtjes slapen. Ik hoop echt dat er vannacht anders is. Een hele goede morgen. Of nou ja, goed. Ik kom gisteravond niet meer hoor. Ik zeg tegen Niels, ik ga naar bed. Ik ben klaar. Ik heb niks meer opgeruimd. Of ja, ik heb wel wat opgeruimd, maar niet opgeruimd. Dat ga ik zo allemaal proberen te doen. En jij kan het zelf op de bank klimmen, hè? Dus mama heeft last van 3 kinderen nou. Want bij mijn kont zit namelijk Liam. Dus als ik de scheet laat, dan wordt hij vergast. Kijk, daar. Oh. Vannacht. Wat is. Vannacht is Jordi nog wakker geweest. Niels heeft hem verschoond. Ik ben ook een hele tijd wakker geweest, want ik had zoveel pijn in mijn lichaam. Dat is niet normaal. Maar dat komt omdat ik continu aan het sjouwen ben. Met Aldi jong en met Jordi nu nog meer. Dus ja. Dat dus. Even kijken hoe het allemaal loopt. Ik weet al dat ik klaar ben met bekam 3 weken shitzooi. Sowieso. Gisteravond heeft Jordi ook nog alles overgegeven, dus dat kon ik ook nog allemaal opruimen. Wat? Ik heb toch niet gezegd dat je niet bij mama mocht zitten? Jij gaat zelf wegzitten. Ja, je gaat toch zelf wegzitten? Kleine rat. Ik ben een rat. Mama, ik wil aandacht. Ik wil aandacht. Oh, doe maar aandacht. Moet jij ook aandacht? Oh, oké, doei. Wat me wel opvalt is... Liam, die paste vroeger dit jaar dit pakje en dat was nog te groot rond deze tijd. En nu, hij past het pakje. Ik ben blij dat hij nog past hoor, want het is echt niet lang meer. Dit kind groeit als kool. Ja, je broertje groeit als kool. Jullie zijn daar even groot, dat weet ik zeker. Ik hoef geen kleding meer te delen dan. Of ik hoef geen... aparte kledingkast voor hem te hebben. Dan is het gewoon allemaal in één keer. Niet in je mond. Nee. Dit dus. Je kan niet terug erin, hè? Dat je het even weet. Oh, Liam! Wij willen gewoon rustig liggen, Sam. Ja, gewoon lekker rustig liggen en lekker relaxed. Nou, het is compleet hoor. Alle 3. Kindjes zijn inmiddels in bed geweest. Ik heb hier het een en ander opgeruimd. Waar ik gisteravond niet meer aan toe ben gekomen omdat ik het gewoon... niet meer kon op dat moment. En ik zit zo enorm te twijfelen of ik morgen nog wel of niet een vlog online zet. Omdat ik niet weet of ik de puff heb om überhaupt te vloggen of om überhaupt te editen. Dus dat. Ja, we gaan het zien hoe we doen. Slaap de kindjes? Gelukkig wel. Mooi. Ik ga zo douchen naar bed. Ik ook. Dus bij deze... gaan we de Ups en Down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.